Ja, vrienden. Dat blijft een lastig verhaal, hè? Dat corona-verhaal. Ja, dat is echt niet zo eenvoudig, hoor. Maar goed, we hebben namelijk... Ik heb hier zitten gisteravond te kijken naar het Op 1. En er zit een muisje... Meisje? Ja, muisje, weet ik veel hoe ze heet. En die krijgt dan gewoon de ruimte en het platform... om daar gewoon allemaal onzin uit te kramen. En niemand... Die burgemeester van Haarlem, die was een beetje, narig op een gegeven moment. Dat snapte ik ook wel. Maar niemand die er verder wat van zegt. En niemand van die presentatoren die zegt, dit halen ze er dan in om gewoon onzin uit te kramen. Maar beste vrienden, waar zijn we nou in godsnaam in Nederland? Wat zijn we nou aan het doen? Het is toch heel eenvoudig. We zitten gewoon met z'n allen... En dat is het, in een noodsituatie, ja, je zit gewoon, stel je voor, je zit gewoon in een noodlanding. Je hebt net een noodlanding gemaakt en de hele boel, er staat voor de helft, staat dat vliegtuig al een beetje in de fik. En dan ga je toch niet met z'n allen nog eens een beetje overleggen. En laten we het nog eens even met elkaar bespreken. En voor jouw standpunt zie ik ook wel wat. Nee, luister dan gewoon naar wat er gezegd wordt op dat moment in dat vliegtuig. En doe het gewoon, punt. Dat is, ja, in die situatie, daar zitten we gewoon in. Ja, en ik vind het allemaal best. Wil jij niet gevaccineerd zijn, ongevaccineerde, ga je gang. Geweldig. Het enige wat je hebt, is dat je een grotere, veel grotere kans loopt om in een ziekenhuis of op een IC terecht te komen. Punt. Dat is hem. Maar verder moet je wel beseffen, als ongevaccineerde, ja, het heeft consequenties. Dat is altijd zo met keuzes in het leven. Die hebben consequenties. Daar hadden we vroeger al op school. Ja, er zei de leraar. Die zei dan bijvoorbeeld. En hou koppen dicht. Iedereen zijn kop dicht. Zei de leraar. En dan was ik. Ja. Toen al een beetje last van. Zei ik nog iets leuks. Ja, nog even iets leuks zeggen. Hup. Een uur op de gang. Punt. Geen gelul. Wegwijzen jij, klas uit en een uur op de gang. Je wist gewoon zelf, dat was de consequentie van mijn keuze. Wou ik nog even leuk doen? Ja, dat kan. Maar dan wel een uurtje op de gang. Ja, en dat geldt hetzelfde nu voor de ongevaccineerden. Ja, je maakt een keuze. Ja, en dan doe je gewoon een aantal dingen in de maatschappij gewoon even niet mee. En dat is gewoon voor... Hey, denk nou eens even gewoon na. Dat is gewoon voor je eigen veiligheid ook. Want kijk, wij gevaccineerden kunnen het gewoon minder snel krijgen dan niet gevaccineerden. Is dat duidelijk heel simpel. Dat is niet ingewikkeld toch. Dus dan is het niet zo verstandig om jullie de drukte in te sturen, ongevaccineerden. Dan is het veel verstandiger om jullie even een beetje apart te houden. Want we moeten toch door uiteindelijk met deze maatschappij. We willen toch verder een beetje met het normale leven. En de volksgezondheid ook nog eens een keertje. Dat allemaal bij elkaar. Dus, jongens. Het blijft hetzelfde verhaaltje en hetzelfde liedje. Het is gewoon allemaal gewoon even aan de maatregelen houden. Het is even heel weinig ik en het is even heel veel wij.